Remco, mooie overwinning vandaag. 70 kilometer in de helft van Groesbeek. Was je overal van de wedstrijd? Ja, zwaar. We waren redelijk snel, denk ik, met 5 man al weg. En ik hoopte eigenlijk stiekem al dat we in de tweede ronde konden demareren. En ik hoopte eigenlijk wel een beetje de steun van Joris Nieuwhuis te krijgen op de rechte stukken. Maar ja, we bleven eigenlijk echt tot de laatste 2 kilometer met 5 voor de finish. Ja, en hier zit in de laatste kilometer zit hier nog een hele zware, steile wortelklim. Ja, en daar moest eigenlijk wel het gat of de beslissing gaan vallen. En ja, Gijs Derksen die sprint eigenlijk al vooraf aan om daar weg te rijden met 2. Nou, net voor het ingaan van de bocht kan ik hem nog passeren, zodat ik eigenlijk als eerste op het technisch stuk terechtkom. En zo kan ik eigenlijk, kunnen we eigenlijk met 2 hier naar de finish rijden. En op de laatste klim hier op het binnenterrein steek ik hem binnen door en dan kan ik eigenlijk vol gas naar boven klimmen. En heb ik bij het opgaan van die klim 10 meter te pakken en de laatste 200 meter gewoon vol op karakter doorrijden. En heel tevreden over de finish kunnen komen. Ja, dat is natuurlijk een mooie overwinning ook voor jullie team. Zeker. Daar kun je zeker de komende weken mee vooruit. De vorm is goed. Ja. Komende weekend is Nieuwkuik. Dat is niet helemaal jouw ding, maar wat is jouw volgende marathon? Dan moet ik heel even gaan graven. Durf ik zo echt niet te zeggen. Ik weet, 6 juni ga ik naar Polen toe, naar Jelena Gora. Dat is een UCI marathon. Volgens mij is dat de eerst volgende, maar dat durf ik echt niet te zeggen. In ieder geval, ik feliciteer met jouw overwinning, Remco. En hij is gewoon dik verdiend. Dankjewel, dankjewel. Ik ben er zeker blij.